Hallo allemaal, vandaag wil ik jullie graag tonen hoe ik mijn dag afsluit met A Touch of Yoga. De stress en de onrust van de dag eruit laten vloeien en dat hoofd leegmaken. Nog niet denken aan alles wat er morgen op je agenda staat, zodat je straks als een roosje gaat slapen en fris als een hoentje weer wakker zal worden. Rol je matje uit, haal er een kussen bij, een dekentje, een bolster en als je dat hebt, misschien ook een oogkussentje. Als je dat niet hebt, kan je dat zelf maken door een washandje te vullen met rijst en eventueel wat essentiële olie van lavendel daarop te druppelen. Relax en enjoy. Zo, we kunnen eraan beginnen. Ga zitten met een rechte rug in een houding die voor jou gemakkelijk voelt. Op je knieën, met gekruiste benen of zelfs op een stoel. Dat mag ook, maar probeer dan de rugleuning niet te raken, zodat je niet inzakt en je toch een klein beetje moeite moet doen om jezelf recht op te houden. We willen alle rug- en nekwervels echt recht boven elkaar gestapeld. Ik moet altijd een beetje schuifelen en alles checken voordat ik stil kan zitten. Draai dan je linkerhandpalm naar boven, laat hem rusten op je dij en probeer met de wijs- en middenvinger van je rechterhand je polsslag te voelen. Plaats de vingers onder de muis van je duim een beetje meer richting de binnenkant in de plooi tussen pols en hand. Sluit dan je ogen en voel gewoon je hartslag. Het pompen van je hart, de druk in de aders die stijgt en de aders openen en trekken weer samen. Sta eens even stil bij de wonderlijke werking van je lijf. Het leven dat erin zit, het bloed dat pompt en dat je nu voelt, de cellen die aan een razend tempo vernieuwen, de zuurstof die binnen en buiten gaat en intussen je hele systeem voedt en alle organen die druk in de weer zijn om alles te processen. Voel dat leven onder je vingers. Ga uit je hoofd en in je lijf. De kans is groot dat je hersenen zo op het einde van de dag op volle toeren draaien en je van alles willen vertellen. Ga er niet in mee. Jij bent datgene wat achter al die gedachten zit. Datgene of diegene, als je wil, die er naar kijkt van op afstand. Het canvas waarop geschilderd wordt. En je focust je volledig op je hartslag, die je nu voelt in je pols. Tel de hartslag misschien en proef de kwaliteit ervan. Het tempo verandert. Hoe voelt die aanraking tussen je vingers en je pols? De huid die telkens ietsje naar boven komt bij elke hartslag. Dat is jouw leven, dat pompt en bruist. Het gebeurt automatisch ook als je straks slaapt. Ook dan is de machine druk in de weer om je klaar te stomen en te resetten voor een nieuwe dag. Is dat niet ongelooflijk? Open dan heel zachtjes je ogen. We gaan nog wat verder werken op dat hart van ons. Je armen, die zijn het verlengstuk van je hart. Als je met je armen werkt in yoga, dan stimuleer je je hart. De hartchakra, de anahata chakra. Breng je armen naast je in een hoek van een graad of 30 van aan je heupen gemeten. En flex dan je handen. Druk de muis van je handen echt van je weg. En je schouders zijn laag en breed. Opent de sleutelbenen, borst vooruit en je mag een soort van elektriciteit voelen aan de binnenkant van je armen. Herkalibreer, reset de boel maar goed. Het werkt op het hele lymfestelsel.
lijf duwen en goed doorademen. Breng dan je rechterarm over je hoofd, buig je arm en grijp je linkeroor vast. En trek dan heel voorzichtig je hoofd naar rechts. En je rechteroor gaat richting je rechterschouder. En je linkerhand die blijft parmantig naar beneden trekken. De hand is flex. Pulseer heel zachtjes op en neer en voel zelf hè, hoe ver je kan gaan. Easy peasy. Want de nek is gevoelig. Wissel dan van kant. Breng je rechterarm terug langs je lichaam. 30 graden hand flex. Grijp met je linkerhand je rechteroor over je hoofd heen. En breng dan voorzichtig je oor richting je schouder. Laat de spanning eruit tintelen. Probeer niet tegen te wringen, maar je over te geven. Als je loslaat, gaat het echt veel beter. Voel de stretch. Laat dan los en kom op je knieën zitten. Eventueel een kussentje onder je poep, als je wilt. Kruis je armen dan voor je borst en probeer je schouderbladen vast te pakken. Je kan ook gewoon aan je t-shirt of je truitje trekken. Breng nu je ellebogen naar boven en kijk naar boven op een inademing. Adem uit en de ellebogen die gaan naar beneden en de rug die bolt. Dit is een spinal flex en een self-hug in één. Dus je blijft doorgaan naar boven en naar beneden. Het is een goede stretch voor je schouders. De ruggengraat wordt gesmeerd. De heupen werken ook een klein beetje mee. Eventuele blokkades worden weggewerkt. De nek wordt gestretched. De keelchakra wordt gevoed. Zodat je durft te zeggen wat je te zeggen hebt. En wissel dan de andere arm boven. En ga even door met deze spinal flex. Inademen naar boven. Uitademen naar beneden. Buig dan naar voor in child pose. Open eventueel je knieën om plaats te maken voor je buik. Of hou je knieën net gesloten als je wel houdt van die lichte druk op je buik. Strek je armen voor je op de mat en breng dan de handpalmen samen in pranam, prayer pose. Deze handmudra zorgt voor balans tussen de linker en de rechter hersenhelft en brengt rust. Je kan ook je handpalmen naar boven brengen. Voor een stretch van je schouders en je bovenarmen. Deze houding nodigt uit om dankbaar te zijn. Ik vind het echt fijn om op het einde van de dag eventjes terug te blikken en 4 à 5 dingen op te noemen waar ik dankbaar voor ben. Frisse lakens, een knuffel van mijn kinderen, een regenboog die ik gezien heb, een inspirerend gesprek, de eerste radijsjes die komen piepen in mijn moestuin, presentatie die goed verliep, een taart die niet mislukt is, is een keertje. Whatever, grote en kleine dingen die jou blij hebben gemaakt vandaag en waar je dankbaar voor bent. Het schijnbaar onnozel ritueeltje op het einde van de dag zorgt ervoor dat je overdag ook meer oog hebt voor de goede dingen en zo creëer je een vicieuze cirkel van schoonheid. Energie die je uitstraalt vermeerdert altijd. Dus je krijgt meer van datgene waarop je focust. Snap je? Probeer het maar, het werkt echt. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen voor de sceptici onder u. En als dankbaarheid een te groot woord is, noem het dan gewoon appreciatie. Trap je lager op de gevoelsladder, maar even efficiënt. Kom dan weer naar boven en breng je benen voor je
Niks zo ontspannend op het einde van een dag als een goede voorwaartse buiging om de hele achterkant van je lichaam te stretchen. Zet je poep eventueel op een verhoogje, zodat je goed recht kan zitten. Adem goed diep in, maak je heel lang. Adem dan uit en buig nu vanuit je heupen met je navelpunt naar voren. Wandel je handen richting je voeten. Hou je rug zo lang mogelijk recht en als je aan je limiet zit en de stretch aan je hamstrings te veel begint te knagen, laat je dan hangen over je benen. Je kan je benen ook lichtjes buigen hoor, no prop, niks forceren. Alles wat je kan helpen om je over te geven en meer los te laten, pak je erbij. Een blok onder je voorhoofd, een bolster, kussens. Maak er een stapeltje van en laat je voorhoofd erop rusten. Laat jezelf toe echt helemaal te ontspannen. Verzet je niet. Resistance blokkeert de energiestroom. Als het te veel spanning geeft in je nek of in je bovenrug om je hoofd te laten hangen, kijk dan gewoon voor je. Kin naar je borst en je nek lang. Adem. Heel grondende houding. Maak ruimte in de onderrug. Is goed voor de quadriceps en de achterkant van de benen. Vooral de eerste vier chakras. Energiecentra, vortexes, draaikolken van prana worden gestimuleerd. En als je je voorhoofd laat hangen en het rust op een blok of op je handen of op de grond, wie weet, dan stimuleer je ook je derde oog. Intuïtie, weet je wel? Op elke uitademing laat je een klein beetje meer los. Dan word je iets zwaarder. Adem in en kom dan weer rechtop zitten, totdat je wervels weer mooi boven elkaar zijn gestapeld en in balans zijn. Maak dan vuisten, zet die op de mat naast je en druk jezelf naar boven op een inademing en laat je helemaal vallen en adem krachtig uit. Body drops. Je laat letterlijk de stress van de dag eruit vallen. Alles weg, de grond in. Geef al je zorgen aan de aarde. Sluit je ogen en laat het eruit vallen. Zit dan stil. Houd de ogen gesloten en probeer de energie te voelen die losgemaakt is. Oké, draai je benen dan naar achter en kom op je buik liggen. Breng je handen naast je borst en de schouders weg van je oren. De voeten die zijn op heupbreedte en alle 10 tenen die drukken in de mat, ook de kleintjes. Daarvoor moet je je benen een beetje naar binnen draaien. Dat opent de onderrug nog wat meer. Adem dan in en druk je op. Je borst komt tussen je schouders en je opent je hart. Druk je schaambeen in de grond. Het werkt op de tweede chakra. En draai dan voorzichtig rondjes met je hoofd. Naar één kant en dan de andere. Volg hier een beetje je eigen flow. Naar boven en naar beneden met dat bovenlichaam. Draai ook een beetje met je schouders om dat hele bovenlichaam en die nek los te maken. Wiegel, waggel, speel. Doe wat voor jou goed voelt. Een cobra floatje. Ik
Kom dan naar beneden, hou je voorhoofd eventjes op de grond en rol je hoofd zo eens van links naar rechts om die nek te masseren. Druk dan je handen in de mat en duw je heupen richting je hielen. Blijf stevig in de mat duwen. Krul je tenen onder en breng je heupen in de lucht tot in downward facing dog. Je hoofd is zwaar en maak vooral lengte in je rug. Breng dan op een inademing je rechtervoet naar voren. Eerst nog eventjes tussen je handen. Zet je achterste knie op de mat. Eventueel een kussen of een dekentje eronder. Breng nu beide handen aan de binnenkant van je voorste voet. En pak een blok of een deken dat je opplooit tot een dik vierkant en leg dat voor je. Zet je ellebogen daarop en buig wat naar voren, zodat je gewicht verplaatst. Dit is een echte psoas stretch, spiergroep, die we gebruiken voor de fight or flight reflex. Als we in stress zijn, is die voortdurend in alert modus, alsof we klaar moeten zijn om weg te vluchten van gevaar. En dat is niet gezond. Dus het is heel belangrijk om die spiergroep daar te verzachten, zodat we zelf ook kunnen verzachten en tot rust kunnen komen. Krul dan de tenen van je achterste voet onder, breng je voorste voet naar achter en druk je heupen op tot in downward facing dog. Adem in en breng dan je linkervoet tussen je handen. Je rechterknie komt op de mat. Pak je blok er weer bij. Zet je ellebogen erop of gebruik een andere steun. En kom dan naar voren met je bovenlichaam. Voel die stretch daar aan de bovenkant van je benen. De aanhechting met je heupen. Het is veilig om los te laten. Het vraagt wat tijd. Ga er met je aandacht en met je adem naartoe. En elke uitademing ontspan je wat dieper. Strek dan je armen opnieuw, haal je blok of je steun weg. Breng beide benen naar achter, ga even op je buik liggen en rol dan op je rug. Trek je rechterknie naar je toe en breng je voorhoofd eventjes naar je knie op een inademing. Nog heel eventjes de core, de buik voelen, navelpunt. Tegelijkertijd ontspannen we de onderrug. Blijf even hier en adem goed door. Het is ook wind releasing. Dat merk je misschien ook. Kan en dat mag allemaal. Leg je hoofd dan terug op de mat en draai je knie over je lichaam naar links. Leg ze op de mat, of op het gras in mijn geval, of op een blok. De schouders die blijven zoveel mogelijk op de mat. Je kan je rechterarm naast je uitstrekken of gewoon langs je lichaam laten liggen. Voel hier wat voor jou haalbaar is. Supine twist. Wissel dan van kant. Strek je rechterbeen terug uit. Breng je linkerknie naar je toe. Neus eventjes naar je knie en doorademen. Als je hier een breath of fire voelt opkomen, feel free. Hè? Ik hou je niet tegen. Ga dan weer liggen. Rol met je knie over je lichaam naar rechts en twist. Je linkerarm gestrekt naast je. Of gewoon langs je lichaam. Twist nu een paar keer over en weer. Om die onderrug echt los te maken. En helemaal te ontspannen. En tegelijkertijd alle organen in de buik te masseren. Trek dan even beide knieën naar je toe. De neus nog eens naar de knieën. Maak een klein bolletje. Adem, span je navel aan. Voel nog eventjes voor je in Shavasana gaat hoe krachtig je bent. En dan mag je alles echt loslaten. Installeer je
In Shavasana, corpse pose. Leg een bolster of een opgerold deken onder je knieën. Ik vind het ook fijn om zoiets wat gewicht heeft op mijn buik te leggen. Ik pak hier nu mijn meditatiekussen, maar dat kan ook iets anders zijn, hè? Zelfs een boek of zo, iets dat wat druk geeft op je buik, dat ontspant echt. Heel intens. En hier kan je ook een oogkussentje gebruiken, waar ik het in de intro over had, hè? Maakt het donker, je keert helemaal naar binnen. Alles wordt zacht. Adem een paar keer diep in en uit. Met een zucht. En dan overloop je je lichaam van je tenen naar je kruin. Alsof een warme hand je lichaam streelt. En onder die zachte, warme aanraking en die lichte druk wordt alles zacht. Die hand streelt de bovenkant van je voeten, je enkels. Je gaat eventjes naar je kuiten, je scheenbenen, je knieën, je knieholtes, je bovenbenen, de achterkant van je bovenbenen, gaat over je liezen naar de achterkant van je billen, de onderrug. Voel die warmte van die imaginaire hand over je onderrug glijden. Een beetje masseren. Gaat verder langs je ruggengraat naar boven. Masseert de schouderbladen. Gaat langs de bovenkant van je schouders, langs je armen. Streelt je armen, de bovenarmen, elleboog, de onderarmen. Krijgt een handmassage. En dan gaan die handen over je buik, over je hart, waar je die hartslag voelt, waar we mee begonnen zijn. Langs je keel, naar de achterkant van je nek. Geef daar ook nog een deugdoende massage. Langs je oren. De hand strijkt langs je gelaat. Je slapen, je ogen, je neus. En je bent helemaal ontspannen. Haal je oogkussentje weg en maak je zachtjes wakker. Strek je uit. Breng je knieën naar je borst. Breng je hand naar boven, rol naar de zijkant. Kies maar een kant. Blijf daar heel eventjes liggen, voel de zwaarte en druk je dan op. Hou je ogen gesloten. En kom voor nog een heel ontspannende meditatie nog even zitten. In kleermakers zit of op je knieën, zoals ik. We gaan nog een Shabbat meditatie doen uit de Kundalini Yoga om diep en goed te kunnen slapen en voor radiance. Leg je handen in je schoot, je handpalmen zijn naar boven. Leg dan je linkerhand in de rechter. De duimen die raken elkaar en die wijzen naar voor, weg van je dus. Je kijkt naar het puntje van je neus. Er komt dus maar een heel klein beetje beeld binnen. Als je dat te moeilijk vindt, dan hou je gewoon je ogen gesloten en je focust op het punt tussen je wenkbrauwen. Dan gaan we diep inademen in 4 gelijke stukken, in kleine schokjes dus. Dan hou je de adem 16 tellen in en we ademen uit in 2 stukken. Daarbij zeggen we in onszelf de volgende mantra: Sa-ta-na-ma. Dat betekent infinity, life, death, rebirth. En op de uitademing zeggen we Wahe Guru. In 2 stukken. Van het donker naar het licht is dat. Dus Satanama, op de 4 tellen van de inademing. Dan 4 keer na elkaar Satanama, terwijl je de adem vasthoudt.
En dan uitademen met door de neus Wahe Guru. Oké. Probeer maar op je eigen ritme. Als het duidelijk is. Oké, hier gaan we. Sa, ta, na, ma. Inademen. Houden. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Sa, ta, na, ma. Wahe, guru. Opnieuw. Sa, ta, na, ma. Inhouden. Sa, ta, na, ma. Sa, ta. Wahe Guru. Ga zo op je eigen ritme door. Ik wil je niet in de war brengen door jou mijn tempo op te leggen. Als je dit elke avond doet, zou je als een roosje moeten slapen en fris als een hoentje en helemaal opgeladen wakker moeten worden. De Satanama mantra is sowieso een mantra waar je rustig van wordt. Ook altijd goed om te doen als je nerveus bent voor iets. Je kan dit zo lang doen als je zelf wilt. Ik sluit hier af. Breng je handen voor je borst. Breng je hoofd naar je hart en je handen. Sleep is the best meditation, zegt de Dalai Lama. Namaste. Slaap zacht. Bye. Heel graag tot de volgende keer.